Wat gebeurt er als een Vlaming zich in het meest besloten en orthodoxe vissersdorp van de Nederlandse Bijbelbelt vestigt? In het boek De Ontdekking van Urk kom je erachter. We hebben contact met die Vlaming, dat is journalist Matthias de Klerk. Matthias, goedemiddag. Goedemiddag. Wat bezielt een Vlaamse journalist om een half jaar op Urk te gaan wonen? Wat bezielt mij? Fascinatie voor het dorp Urk. Ja, Urk heeft toch een speciale aantrekkingskracht op mij. Dat is een dorp zoals wij er geen hebben in Vlaanderen of België. Dus wij hebben geen vissersdorpen, wij hebben geen ingepolderde dorpen, we hebben geen streng gelovige dorpen. Dus voor mij is Urk iets heel speciaals. Maar dan is het nog een tweede stap om er een half jaar te gaan wonen. Ja, zeker. 10 jaar geleden werd ik als jonge journalist, ik was echt nog maar pas een aantal weken journalist, werd ik uitgestuurd naar Urk. En ik had een namiddag de tijd om een portret te maken van een dorp waar ik helemaal niks van begreep. En mijn interesse was wel gewekt, maar ik begreep er niks van. En ik zal maar zelfs toegeven dat ik 10 jaar geleden niet eens wist dat de Zuiderzee en het IJsselmeer dat hetzelfde is. Dus ik liep daar rond voor de krant, begreep er niks van. En 10 jaar later, dus vorig jaar, heb ik besloten om de cirkel rond te maken voor mezelf en om naar Urk te verhuizen, om eindelijk eens die gemeenschap van binnenuit te leren kennen en met er helemaal in onder te doen. Ja, want 10 jaar geleden kwam je op Urk terecht vanwege de dood van Dirk Post. Een hele treurige, verdrietige zaak op Urk. Dan gaan de deuren natuurlijk ook wat moeilijker voor je open. Heeft dat ook aan bijgedragen dat er een soort mysterie voor jou rondom dat dorp bleef kleven? Ja, absoluut. Toen ik daar rondliep 10 jaar geleden, waren daar ook nog andere journalisten en ik merkte meteen van, ik ben hier eigenlijk niet welkom. De Urker heeft geen zin om hierover te praten en ik begreep dat eigenlijk ook al op dat moment. Maar ik was jong, ik stond onder een bepaalde druk om een verhaal te schrijven. En ik had dus enigszins begrip, maar ik had de Urker ook nodig om mij te vertellen hoe het met hem ging. Maar dat verliep dus heel stroef. En toen ik vorig jaar vertrok, ben ik erg naar Urk geweest op een moment dat er geen spotlights op het dorp stonden. En op die manier heb ik wel het dorp op een echte manier leren kennen, buiten de schijnwerpers. Ja, je ging er met de boot naartoe en de schipper die zei tegen jou, dat gaat je niet lukken, je gaat nooit de Urker leren kennen. Denk je dat het je is gelukt in dat half jaar? Ja, het is natuurlijk, de lat lag heel erg hoog voor mij. Hè. Ik las in allerlei Nederlandse media dat Urk het meest gesloten dorp van Nederland is. Ja, dan leek mij de uitdaging bijzonder groot om als totaal onbekende Belg in het hart van het dorp te gaan wonen zonder dat ik iemand kende. Maar ik had ook tegen mijn vrouw gezegd, want ik ben ook getrouwd, heel gelukkig getrouwd overigens. Ik had tegen mijn vrouw gezegd van ja, de kans bestaat dat ik binnen 2 weken terugsta met mijn koffers en dat het me gewoon niet lukt om toegang te krijgen tot het dorp. Maar ik durf wel zeggen, gebaseerd op alle reacties die ik nu krijg, durf ik met enige stelligheid zeggen dat het wel gelukt is. Dat ik wel degelijk ben kunnen doordringen tot het dorp en op dingen ben gestoten waar de buitenwereld helemaal geen weet van heeft. Dus ik ben daar heel blij om. Hè. Ja, laten we het zo even hebben over hoe het boek ontvangen is op Urk. Maar ik wilde je toch eerst even vragen, want het boek is doorspekt van persoonlijke verhalen. Je hebt heel veel van dat soort verhalen weten te ontlokken bij de Urkers. Ik vroeg me nou af, is er nou één verhaal of één Urker die je echt super graag had willen spreken, maar wat niet gelukt is? Is er een Urker die ik had willen spreken, maar wie het niet gelukt is? Of is er een verhaal waar je niet de vinger achter hebt kunnen krijgen, wat je wel boven tafel had willen krijgen? Misschien, ik kan zelfs niet meteen op een verhaal komen, wat eigenlijk wel positief is. Ik heb het gevoel dat ik met iedereen heb kunnen spreken en dat er niet echt verhalen zijn dat ik heb laten liggen. Want ik behandel ook heel veel thema's, ik behandel de hele cultuur. Maar er bleef geen enkele deur gesloten voor je? Eigenlijk niet, dat is het hele straffe aan dit verhaal. Want als iedereen zegt dat Urk de meest gesloten gemeenschap is van Nederland, dan ben ik nu de eerste om dat wel meteen te ontkrachten. Urk is geen gesloten gemeenschap. Althans niet tot bij de eerste kennismaking. Ik vind Urk een heel warm en een gastvrij dorp. Maar als je er langer woont en je wat dieper ingraaft, dan merk je wel dat op cultureel vlak dat het dorp eigenlijk wel gesloten is. Het is een redelijk exclusieve gemeenschap, want je komt er daar niet zomaar in. Dus als je niet geboren bent op Urk, is het eigenlijk onmogelijk om een Urker te worden. Niet dat dat mijn bedoeling was, maar ik merkte wel dat op dat vlak veel dingen gesloten blijven. Ja. Ja, is religie nou alles bepalend in jouw ogen?
Is religie alles bepalend? Het is zeer bepalend, maar niet alles bepalend. We hebben van Urk heel vaak het gevoel dat het een soort religieuze monoliet is, waarbij iedereen gezamenlijk en heel, heel vreugdevol naast elkaar in de kerk zit. Maar in werkelijkheid vind ik Urk een soort religieuze archipel, want je hebt er 25 kerken en meer. Ja, waar je allemaal dus geweest bent, hè? Ik ben er overal geweest en er zijn er heel veel die me verteld hebben van gefeliciteerd, je bent de eerste ooit die dat heeft. Dus dat was wel bijzonder. Dus religie is vanzelfsprekend heel bepalend, maar er is veel meer dan enkele religie. Ja, nou was je 10 jaar geleden voor de eerste keer op Urk. Toen werd je geconfronteerd met het verdriet rondom de dood van Dirk Post. Vorig jaar was je er. Toen het kapseizen van het lummetje, de kotter, de garnalenkotter plaatsvond. Toen zat je misschien wel midden in het verdriet. Was je onderdeel van het verdriet, omdat je onderdeel bent van die samenleving. Hoe was dat? Heel bijzonder, want het vissersmonument op Urk, waar allemaal namen staan in marmer gebeiteld van mensen die zijn in zee gebleven, zeg maar. Ik vond dat sowieso al een erg aangrijpende plek. En toen dat gebeurde met de UK 165, was ik echt enorm onder de indruk. Want dan zie je hoe zo'n dorp helemaal aan elkaar klit. En dat de zee is als het ware van hen en de vissers zijn van hen. Als daarmee iets gebeurt, dan raakt dat het hele dorp. En ik kende op de duur zodanig veel mensen dat die me uitnodigden om mee te gaan om te condoleren. Dus en op een gegeven ogenblik ben ik effectief bij het condoleren van die twee vissers geweest die helaas verdronken zijn. En ik keek mijn ogen uit, want er stonden, ik overdrijf niet, duizenden mensen aan te schuiven om de respectievelijke familie of families de hand te drukken. En dat is dan heel bijzonder als je daar staat. Want de dood is in onze moderne wereld, zeg maar, veel minder aanwezig dan die op Urk aanwezig is. Want je denkt dan wel, ja, de technologie is verbeterd op die schepen, dat is dan wel zo. Maar als er plots een hele sterke storm opsteekt, dan loert het gevaar effectief om de hoek. En het was heel bijzonder om op dat ogenblik op Urk te zijn. Ja, je gaat ook moeilijke onderwerpen niet uit de weg. Drugsmisbruik, criminaliteit, ook mishandeling thuis. Dat zijn wel moeilijke onderwerpen, lijkt mij, om met Urkers over te praten. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat zijn zeer moeilijke onderwerpen, dat klopt. En zoals ik zei, dus op cultureel vlak is Urk wel gesloten. Maar er is blijkbaar, heb ik toch gemerkt, een soort nood. Het is heel moeilijk om in het dorp Urk over taboes te spreken. Hè. Je bent sociaal, economisch en religieus met elkaar verbonden, dat het heel moeilijk is om je nek uit te steken. Dus worden veel dingen toegedekt en zijn er veel mensen die met vragen zitten, maar die daar eigenlijk nergens mee terecht kunnen. Want als ze er openlijk zouden bijvoorbeeld spreken over een verminderd geloof, kan dat repercussies hebben op alle vlakken. Dus op een bepaalde manier werd ik een soort psychiater van het dorp. En er zijn mensen die echt anoniem met mij wilden afspreken. En dat waren er te veel om te negeren. Dus op die manier ben ik op heel veel schaduwkanten gebotst van het dorp. Door aan de rand van het dorp, buiten het zicht van iedereen, met hen te praten. Dus ik heb het gevoel dat ik echt wel een groot aantal taboes heb blootgelegd. Maar er is ook een nood om die taboes eens bloot te leggen. Ook onder Urk dus, zelf? Ja, ik denk van wel. Ik denk het wel. En het is een cultuur die streeft naar het behoud. Maar er is heel veel aan de hand nu. Dat merk ik dus ook met mijn boek. De reacties zijn zo overdonderend dat ik dat helemaal niet had verwacht. En ik houd Urk in zekere zin een spiegel voor. Dat wordt mij althans op die manier verteld door de Urkers. Van kijk, dankzij jou als het ware lezen we nu of zien we nu ons dorp echt in elkaar steken. Dat is het mooist denkbare compliment. Maar daarbij komend gaat het boek eigenlijk ook over Nederland. Het gaat veel meer dan over het dorp Urk. Maar het gaat om identiteit, om cultuur, om wie zijn wij en op welke manier staan wij in het leven en tot welke gemeenschap behoren we zelf. Dus ik ben heel erg geschrokken van het feit dat het zo aanslaat op Urk, dat er zoveel mensen het lezen en dat het overkomt mij. Want ik wist niet wat er zou gebeuren hoor, ik dacht heel veel kritiek te krijgen. Maar het is op een bepaalde manier een soort loutering in het dorp dat dingen kennelijk plots bespreekbaar worden door een boek van een ongelovige Belg. Ja, het is dus positief geschrokken, ben je. Het boek gaat zelfs al naar een tweede druk toe. Hij ligt dus bij iedere Urker op de eettafel, denk ik dan nu, of niet? Ja, daar lijkt het alleszins op. Ik krijg nu foto's doorgestuurd van schippers die het aan het lezen zijn midden de Noordzee. Dat vind ik echt fantastisch. Ik krijg ook berichtjes van mensen uit hele zware kerken.
Dus het lijkt inderdaad dat er wordt altijd maar één boek gelezen, heel puur, en dat is de Bijbel. En er lijkt nu een tweede boek bij te komen. Ja, en dat is dan mooi jouw boek. We kunnen nog uren doorpraten met je, Matthias. Want we hangen aan je lippen. Het is een prachtig boek geworden. Zonder oordeel. Dankjewel. En gewoon beschouwend. En je hebt het tot je laten komen op een hele open manier. Een prachtig boek. De ontdekking van Urk. We mogen 2 exemplaren Dankjewel. Weggeven. Dat mag ik van de uitgever. Wil je daar nou meeloten? Bel dan even 0320 28 50 50. Kies een 9. 0320 28 50 50. Kies een 9. Geef daar even je gegevens door. Als ik het van Matthias zo begrijp, ligt er niks meer bij de boekwinkel in ieder geval op Urk. Dus je kunt hem hier nog krijgen. Matthias de Klerk, heel erg bedankt. En wanneer ben je weer op Urk? Ik zou graag heel snel terugkeren, maar ik moet een beetje naar de coronasituatie kijken hoe het nu is. Als ik er ben, dan ga ik heel veel koffie kunnen drinken daar en heel veel chocolade kunnen eten, want de uitnodiging is erover binnen. Heel dus dat is heel fijn. Heel goed. Dankjewel, Matthias de Klerk, de schrijver van De Ontdekking van Urk.